oefening, zoals oefening 17 uit het werkboek. Figuur 1 is gelijkvormig met figuur 2. Figuur 1, dat is de grote figuur hier, figuur 2, die zijn gelijkvormig. Geef de gelijkvormigheidsfactor van figuur 2 ten opzichte van figuur 1. En figuur 2 is het beeld, figuur 1 is het origineel. We hebben geleerd dat de gelijkvormigheidsfactor de verhouding is van het beeld ten opzichte van het origineel. Dus als we dan gaan kijken, dan krijgen we 5 op 11. Dat wil dus zeggen dat we elke lengte van figuur 1 vermenigvuldigen met 5 elfden om de overeenkomstige lengte bij figuur 2 te kunnen krijgen.